Dit is de Colin Kitchen. En vandaag gaan we appelcake maken. Eerste stap. Dan ga ik beginnen met appel te schillen. Schil je dit schil eraf. Dit is volgens mij. Ja, een zoete. Ik dacht een nectarine, dacht ik maar. De menkom. Boter. Oké. Alle twee erin. Mixen. Kijk, dat is een goede. Ja. Zo, en dan komt nu de bloem. En de bloem gaat erin. Ik ga alles erin. Dus dat hebben we gedaan. En dan gaan nu de vier eieren erin. Eén ei. Twee. 3, 4, mixen. Zo, ik heb het erbij gedaan. Nu gaat de appels in de schaal. Dan gaan we de appels nu erin. Nou, nu hebben we de appels in de schaal gedaan. En doe nu de suiker erbij. De suiker, dat gaat erin. Kaneelsuiker ruikt al lekker. Hoop dat het ook lekker is. En dan gaan we nu alles wat hierin zit omroeren. Dan is alles doorgeroerd. En nu gaan we dat in de blik doen. Die bakkel ik goed. Strak maken. En nu is alles wat je nodig hebt in de bakblik die erin doet. En dan hebben we dat ingedaan. Doen we dicht en wachten tot het klaar is. Als je een pingetje hoort, dan is het klaar. Voor appelcake. Dus dat gaat nu eruit. Dat doen we gedaan. Dan doen we. Pakken we het weer. En dan hebben we dat. Nou, dat is cake nu. En nu doen we slagroom erop. We leggen hem op de bord neer. En dan gaan we stukjes doen. En daar gaan we zeker van genieten. Klein stukje afsnijden. Met erbij. Nou, de eerste hap gaat nu erin. Het is lekker. De binnenin zit lekker. De appel. Het proeft heerlijk. Ik zou aanraden om dit te doen. En het is smakelijk.